ze zit heel dichtbij. Ik heb ook wel eens dat ik iets zeg en dat mensen zeggen, nou ben je net Beatrix. Zeg ik, ja sorry, maar dan moet ik even mijn autoriteit laten gelden of zo. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar ik heb haar snel, als ik mijn ogen zo, dan moet ik eigenlijk mijn bril afdoen. Maar als ik mijn ogen zo'n beetje dicht doe en ik beweeg zo van links naar rechts, nou dan zit ze toch vrij dichtbij. En ze komt ook in theatervoorstellingen van mij nog wel langs, maar dan niet in vol ornaat. Maar dan speel ik er wel, maar dan heb ik niet de pruik en alles. Maar ze is gewoon natuurlijk een heel dankbaar figuur om te spelen. Eigenlijk helemaal nu ze koningin af is. Want ik denk dat zij af en toe ook echt voor de buis zit en de pruik van haar hoofd trekt, zou ik maar zeggen. Dat je echt denkt, wat gebeurt er met dit land? Weet je? Wat gebeurt er in de politiek? Wat is het voor omgang met elkaar? Dat stel ik me dan zo voor, dat zij dat denkt. Want ze heeft zich altijd heel erg uitgesproken voor solidariteit, medemenselijkheid, fatsoen, denk aan de ander. Nou, dat gebeurt nu allemaal helemaal niet. Was zij wat jou betreft jouw beste typetje? Ik denk het wel, ja. Ik heb natuurlijk haar ook het meest gespeeld, dus dat is ook wel makkelijk om dan te kiezen. Ik denk wel dat zij het beste gelukt was, ja. Omdat er altijd, omdat ik er altijd voelde. Ik voelde ook altijd, als ik haar speelde, dacht ik, wat is ze alleen eigenlijk? Ik vond haar altijd zo alleen. Dus ik heb ook altijd geprobeerd om, ik weet niet of ik daar gelijk in heb, maar ik denk wel dat het een beetje zo is natuurlijk, als je echt de koningin bent. En ik heb altijd geprobeerd bij iedereen die ik speelde, behalve misschien bij Connie Palme, die hebben we wel echt een beetje belachelijk gemaakt ooit, na de boekenweek. Dat werd dan op zaterdag uitgezonden. Toen deden we alsof zij op zaterdag in de kroeg aanschoof. En dat ze al die tijd sinds het boekenbal nog niet naar bed was geweest. Dus ze was gewoon van dinsdag tot en met. Zo. Die hebben we wel een beetje aangepakt. Maar verder heb ik altijd geprobeerd om mensen gewoon serieus, althans met mededogen, te spelen. En niet belachelijk te maken.